Welkom bij RTL Z Beurs Insight. Iedere week praten we hier met een speciale gast over strategie, aandelen of markten. En vandaag de gast is, u zit hem hier naast me, Willem Middelkoop van het Commodity Discovery Fund. Wij gaan een lange tijd terug, Willem, dus wij duwen hier lekker. Vroeger was jij beurscommentator, je had het vaak over goud. De goudmarkt werd gemanipuleerd, goud zou omhoog gaan. Zilver, daar heb je ook heel lang over gesproken. Nu zitten we in een heel ander tijdsgewicht. Nu ga je ook nog voor bitcoins. Wat is nou eigenlijk goud of bitcoins? Beide. Kijk, wat ik eigenlijk doe is beheer van mijn eigen vermogen. En wat ik altijd heb gedaan, is eigenlijk beleggingsmogelijkheden zoeken voor mezelf. En toen ik journalist was, was dat natuurlijk niet toegankelijk voor anderen. Maar in 2008 heb ik ervoor gekozen om te stoppen als journalist. Ja. En eigenlijk twee bedrijven op te zetten om het mogelijk te maken voor beleggers om heel eenvoudig fysiek goud en zilver te kopen. Het bedrijf opgezet en 3 jaar later verkocht. Dat is Amsterdam Gold. En ik heb het Commodity Discovery Fund opgezet om het makkelijk mogelijk te maken. Ja. Dat mensen konden investeren in zeg maar goud mijn aandelen, zilver mijn aandelen. Dat komt daarvoor niet. Ja. En het is bij eigen keus. Je hoeft er niet aan mee te doen, maar het kan wel. Fonds loopt niet heel goed, hè? Het loopt heel goed als je kijkt naar het aantal participanten. Ja. Instroom. We hebben elk jaar netto instroom. Ja. We hebben nu een record aantal participanten, meer dan 700. Maar ik heb 1 hele grote fout gemaakt. Ja, dat is? Dat is door precies op de top van de commodity cycle in 2008 een commodity fonds te beginnen. Ja. En als je terugkijkt naar de grafiek, dan zie je dat we nu 10 jaar later helemaal op de bodem zijn gekomen van die commodity cycle. Mm-hmm. Grondstoffen zijn in 100 jaar niet zo laag gewaardeerd geweest. Ja. En ja, als je een commodity fonds hebt, dan beweeg je mee op de Dan moet je wel. Oké, wie in 2008 100 euro had ingelegd, die heeft nu nog 56 euro over of zo. Je hebt 4 hele goede jaren gehad. Ja. Je hebt ook heel veel slechte jaren gehad. Waarom denk je dat die grondstoffen, zoals je zegt, nu ondergewaardeerd zijn, op de bodem liggen? Waarom is altijd heel moeilijk te beantwoorden. Maar wat heel interessant is, deze situatie lijkt sprekend op die in 2000. Dus grondstoffen die werken eigenlijk als een communicerend vat met technologie. Als de technologie hoog staat, eind jaren 90, zonder grondstoffen heel erg laag. Ja. Als je toen op de bodem een mandje goudmijnaandelen had gekocht, die stegen daarna 1400% in 8 jaar daarna. Je zit nu op dezelfde waardering. Technologie heel hoog, grondstoffen heel laag. Dus dat kennen we vanuit de historie. Ja. Zoals je hebt gezegd, hebben we een aantal hele goede jaren gehad. Als je in 2009 op de bodem was ingestapt bij ons, stonden we 400% hoger 2 jaar later. Als je in 2016, begin 2016, op dit niveau, vergelijkbaar niveau, was ingestapt, stonden we 120% hoger 6 maanden later. Dat is een hele volatiele sector. Oké, maar ook voor technologie heb je grondstoffen nodig. Hè? Lithium voor de batterij, zeldzame aardmetalen voor de beeldschermpjes en de touchscreens en dat soort dingen. Daar zit jij toch ook in? Daar zitten we in, alleen die waarom waardering. Waarom profiteer je daar dan niet van? Nou, omdat lithium, als je naar de grafiek kijkt van lithiumprijzen, gehalveerd de laatste zeg maar 18 maanden. De prijs van kobalt 70% gedaald. Ja. Dus wat wij nu last van hebben, en dat is wat ik vertelde, dus de waardering van grondstoffen ligt op een 100 jaar laagtepunt, gerelateerd naar bijvoorbeeld financial assets. En ja, alles is gewoon heel laag gewaardeerd. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of ik een aandelentip mag geven. Een palladiumproducent, North American Palladium, de enige beursgenoteerde westerse palladiumproducent. Palladiumprijzen zijn toevallig wel heel hoog, omdat er echt een tekort is. Koers-winstverhouding van 3. Winstgevend, cashflow positief, turnaround situatie, bijna schuldenvrij, koers-winstverhouding van 3. Ja, maar dat weet de rest van de markt ook. Nou ja, gek genoeg waren we bijna de enige koper de afgelopen weken. Waarom is dat? Ja, de markt is niet efficiënt. Zou zijn. Nee, ik wil nog heel even over lithium. En wat ik eigenlijk wil ik met jou ook over bitcoin en goud praten. Maar de vraag naar lithium is hoger dan ooit. Ja, maar en de prijs is lager dan ooit. Heel goed punt. Waarom gaat die prijs zich dan herstellen? Ja, kijk, toen ik RTL Z werkte als journalist, toen bekeek ik alles fundamenteel. Ik zocht voor alles een reden. Ja. En ik dacht, als ik een reden had gevonden, bijvoorbeeld China gaat meer goud kopen, dan moet de goudprijs stijgen. Ik ben de afgelopen 10 jaar ben ik nederig geworden en ben ik erachter gekomen dat de markt eigenlijk hele rare dingen kan doen. Dus China is een hele grote koper geworden van goud. Ja. Dat is pas gebeurd na 2008, 2009. Dat is na 2011 een versnelling gekomen. En de goudprijs daalde 40%. Dus je kan eigenlijk veel beter technisch naar de grafiek kijken om te bepalen of je in moet stappen, dan te denken, is er een fundamentele reden voor? Want vaak, ik heb vaak de fundamentele reden gevonden, maar heb vaak het deksel op de neus gekregen. Ja, oké. Okay. Maar dan kom je bij mij aan met technische analyse en daar kan ik helemaal niet goed tegen. Laten we over TR gesproken. Iets anders. We praten zo verder met de heren en dame hier achter me. En dat kunt u het overigens dan weer terugzien op online, op YouTube en via onze website. Goud of bitcoin? Ja. Goud of bitcoin?
Allebei. Ik heb voor mezelf een modelportefeuille al heel lang. En dat is al heel lang hetzelfde. 25% in vastgoed, 25% hou je cash, 25% in fysiek goud en zilver en 25% in aandelen. Ja. Ik heb nu in mijn cash situatie voor het eerst iets veranderd. Van de cash ga ik nu een kwart, heb ik gebruikt, om bitcoin te kopen. Niet crypto, niet een mandje, alleen bitcoin. Ik ben een bitcoin maximalist. En dat komt omdat in mijn ogen bitcoin is het digitale goud geworden. Dat roep ik al een aantal jaren eerder. Ik heb het ook geschreven in de Big Reset in 2013. Maar ik heb er nooit naar gehandeld. Ik vond dat ik het niet nodig had. Ik had al fysiek goud, ik had fysiek zilver. En ik was ervan overtuigd dat de G20, dat de politiek op zou gaan treden tegen crypto. Maar wat er is gebeurd de laatste 18 maanden, heel belangrijk. De overheden hebben besloten om de cryptomarkt te reguleren. Niet te bestrijden, maar te reguleren. Ja. Als je het reguleert, dan accepteer je het als een asset class. En daarom zie je nu alle instituten die zich klaarmaken om ook te gaan investeren in crypto. Oké, maar is bitcoin dan de munt die het gaat redden? Ja, want bitcoin, de hele crypto-wereld, dat is allemaal begonnen met bitcoin. Ja. Dus ik zeg altijd, bitcoin is de nucleus. Daar draait alles, al die andere altcoins draaien daaromheen. Zoals goud de nucleus is voor het grondstoffensysteem. Daar draaien alle andere metalen elementen omheen. Goud is de kern. En datzelfde zie je bij bitcoin. Bitcoin is nu 10 jaar oud. Heeft 5 keer een bubbel laten zien. Is 5 keer gecrashed. Ja. Is nooit verdwenen. Elke bodem ligt hoger. En vergeet niet, er kunnen maar 21 miljoen bitcoins worden gemijnd. Daarmee is het toch ongeschikt? Als betaalmiddel? Ja, nee, ja, als betaalmiddel, maar het gaat om de store of value. Wij zijn beleggers. Maar dat is en je dus, gaat geen pizza afrekenen. Dan snap ik jou, want dan heeft het een heel grote parallel met goud. Het is tuurlijk een beetje wat de gekke van tuurlijk geeft. Het tuurlijk betaalt geen dividend uit. Tuurlijk. Je kunt er verder niets mee. Maar je wordt omgevochten. Maar waarom er wordt omgevochten. Om goud wordt al 5000 jaar gevochten. Oké, bitcoin. Om bitcoin wordt ook gevochten. Want er zijn maar 21 miljoen bitcoins die in circulatie kunnen komen. Waarom 13, zou je dat willen hebben als 13, je er niks mee kan? Omdat er in de wereld 400.000 miljard rondklotst aan geld. En dat geld wordt steeds meer uitgehold. Hè. De waarde van dat geld wordt steeds meer uitgehold. We zijn op weg naar de bodem. Ik heb morgen een diner met een man. Dat is een topman van een Nederlandse financiële instelling. Ja. Die is sinds kort actief. En die, nee, ik mag zijn naam niet noemen. Die is actief op Twitter. Onder een schuilnaam. Ja. En die is op dit moment volledig aan het investeren in bitcoin. Is volledig maniakaal aan het studeren op bitcoin. Okay. Omdat hij zegt, we hebben een plan B nodig. Plan A is aan het falen. We kunnen niet doorgaan met ongebreideld geld creëren. Maar dat plan B, dat komt er wellicht in de vorm van, en dan zeg ik weer bye bye bitcoin. Facebook komt deze week met de Libra. Ja. Libra zou, zo gaan de geruchten althans, nu ondersteund worden door Visa, door Mastercard, door PayPal, Uber, Booking.com. Fantastisch. Dat zijn partijen waar je wat mee kan. Ja. Fantastisch. Bye bye bitcoin. Nee, fantastisch. Hetzelfde wat we kennen zeg maar in de fysieke economie, de reële economie. Je hebt goud, je hebt zilver en dan opeens wordt lithium of kobalt ontdekt, want daar kunnen we heel veel mee. Mm-hmm. Hetzelfde zie je in de cryptowereld. Het is begonnen met bitcoin. Daarmee zijn allerlei vergelijkbare coins ontwikkeld, tokens ontwikkeld. Yeah. Die hele sector, die hele infrastructuur wordt nu pas opgebouwd. Er gaan fantastische initiatieven komen, zoals misschien de coin van Facebook. En dat gaat alleen maar voor zorgen dat er meer geld naar die hele cryptomarkt gaat stromen. En daarmee wordt de functie van die kern, van die bitcoin-kern, alleen maar belangrijker. Maar die Libra die wordt waarschijnlijk gekoppeld aan een concreet betaalmiddel. De dollar. Ja, wordt waarschijnlijk een stablecoin. Dus dat wordt uiteindelijk een virtuele dollar, toch? Maar het is het bewijs dat deze wereld uit de cowboyfase aan het evolueren is naar een volwassen fase. Ja. Waarin de institutionele beleggers, en dat ben ik inmiddels zelf dus ook, heel serieus kijken naar wat ze hiermee kunnen. Okay. In Liechtenstein is het eerst. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar waarom denk je dat bitcoin daarvan gaat profiteren? Omdat bitcoin de kern is van die hele crypto-society. Mm-hmm. Daar is het mee begonnen. En hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik erachter kom dat het het digitale goud is geworden. En ja, je hoeft me niet te volgen, je hoeft me niet te geloven. Mm-hmm. Ik heb besloten 5% van mijn vermogen in te denkt stoppen. Daar gaat het nu om. Nou, dat dit dus de kern is. Als je de kern hebt, je hebt een hele nieuwe infrastructuur, een hele nieuwe sector ontstaat er van digital assets. Laten we het digital assets noemen. Ja. Laten we crypto vergeten. Het zijn digital assets. En dan hebben we dus voor het eerst in 300 jaar dat er een nieuwe asset class is ontstaan. We hadden al vastgoed, dat bestaat al duizenden jaren. Mm-hmm. 400 jaar geleden kwamen er aandelen bij, met de VOC-aandelen. Meer dan 300 jaar geleden kwamen we daar treasuries bij, de bonds, staatsobligaties. En toen is er eigenlijk heel lang niks gebeurd, wel derivaten, afgeleide producten. Maar er komt nu een volledige nieuwe asset class bij.
digital assets. En dat gaat een revolutie veroorzaken, vrees ik. En de kern van dat systeem is nou eenmaal Bitcoin. Ja. Ja. En dan de relatie met goud? Nou ja, wat je ziet is, of wat ik verwacht eigenlijk. We hebben gezien dat goud hard is gestegen de laatste weken. Ja. Ik durf de voorspelling aan dat we de bodem hebben bereikt. De scherpe stijging van goud in de laatste weken, $100, viel samen met een stijging ook van Bitcoin. Ja. Het zou me niet verbazen als in de volgende periode van crisis en economische onzekerheid we 3 vluchthavens zien. Dus de dollar stijgt, omdat het meest liquide munt is. Goud stijgt, gek genoeg, ondanks dat de dollar stijgt. En Bitcoin stijgt. Die gaan alle 3 als vluchthaven fungeren. En wat dat betreft, er klopt zoveel geld rond in deze wereld. Dingen zijn zo hoog gewaardeerd. Kijk naar vastgoed, kijk naar de brede beurs. De brede beurs rijpt voor een correctie. Ja, buy low, sell high. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, ik vraag me af, Willem, hoe waardeer je eigenlijk een bitcoin? Ja, zelf doe je goud waardeert. Kijk, eigenlijk kan je bitcoin zien, ik heb er heel lang ook mee geworsteld. Hè. Er zijn natuurlijk, ik ben niet de enige die daarover nadenkt, ik spreek anderen na. Maar eigenlijk kan je zien dat er een enorme hoeveelheid energie in de ontwikkeling van bitcoin is gestopt, letterlijk. Het kost heel veel elektriciteit om het te mijnen. Je zou kunnen zeggen dat je daarmee bepaalde waarde creëert die in die munt zit. Maar wat belangrijker is, er zijn in Bitcoin community misschien wel 10.000 ontwikkelaars, developers, die daar al 10 jaar dag en nacht mee bezig zijn. En eigenlijk al die kennis, al die vooruitgang om dat systeem steeds veiliger te maken, steeds slimmer te maken, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En als je dus wil zoeken naar de intrinsieke waarde van Bitcoin, dan kan ik die veel beter verklaren dan de intrinsieke waarde van een euro. Want dat is papier met een beetje inkt erop. Wat kan je uiteindelijk nu met Bitcoin? Want ja, je kan er nog niet echt mee betalen, nee, of wel? Dat is precies dezelfde vraag die ik al 15 jaar krijg over wat kan je nou met goud? Je kan dat niet eten. Nee, daar gaat het niet om. Bitcoin is ooit aan ons verkocht als het nieuwe betaalmiddel. Je gaat geen pizza's kopen met Bitcoin. Dus geld moet eigenlijk aan 3 functies voldoen. Het moet een medium of exchange zijn, een betaalmiddel. Het moet een store of value zijn, dus eigenlijk een spaarmiddel. En een unit of account, dus je kan erin boekhouden. Nou, Bitcoin heeft gefaald als betaalmiddel. Kunnen we het over eens zijn? Ja. Bitcoin heeft gefaald als echt geld om dingen mee te betalen. Maar Bitcoin heeft enorme track record eigenlijk nu al achter de rug. Alhoewel het nog maar 10 jaar bestaat als store of value. Want elke bodem komt hoger te liggen. En iedereen heeft geprobeerd hem te kraken. En iedereen heeft het geprobeerd te hacken. En als je je bitcoins niet online beheert, dus niet bij een exchange laat staan, maar weglegt in een kluis, een fysieke kluis, wegzetten op een USB-stick, dan kan eigenlijk niemand eraan komen. Net als met fysiek goud, kan het alleen worden gestolen uit de kluis. Ja. Ja. Ja, ik heb altijd inmiddels €12 verdiend op mijn €500 bitcoin. Want ik heb het toen wel gedaan. Hè. We zouden toen allebei kopen. Ik heb ethers gekocht. Hè. Ethers? Ethereum, okay. Zoals het allemaal heet. Ja. Okay, en hoe gaat het daarmee? Ik heb al heel lang niet gekeken. Oh, maar dat was meer een studieobject van me. Nou ja, maar ik vraag me nog af, moet ik ze nog langer vasthouden? Ja, ik heb net gekeken, staan $9300. Zit een beetje in een consolidatiepatroon. Als we hier uitbreken, dat kan morgen gebeuren, dan zien we voor eind van de week zien we $10.000. En dat verrast toch een hele hoop mensen. Want we hebben natuurlijk een bodem gezien rond wat was het? $3,3400. Ja. Maar ik heb dat met die lijntjes en met de technische analyse. Dat vind ik altijd een beetje, ik heb er niks mee. Maar waar het mij om gaat is, kijk, als je een aandeel koopt, dan zitten er assets achter. Hè? Maar kijk, ik was bij de CEO van Euronext Amsterdam. En die zei van, want je hebt het over een asset class. Nou, ik denk dat het geen asset class is. Want het is eigenlijk een non-asset-backed security. Want er zit geen asset achter. En jij zegt store of value. Ja, dat betekent gewoon als er heel veel mensen in gaan geloven, want dat is eigenlijk het spel wat je speelt, dan komt er meer vraag naar, er is schaarste, dus de prijs gaat omhoog. Dat is de klassieke vraag-aanbodverhouding. Ja. En meer is het niet. Kijk, en dat er heel veel developers aan werken, ja, dat klopt. Alleen het gaat om de blockchain-technologie die erachter zit. Hè. Praat je met zo'n CEO van Euronext, die zegt, ik geloof in de blockchain-technologie. Mm-hmm. Maar dit is wat anders dan specifiek geloven in de munt, want het is, uiteindelijk is het gewoon het geloof
in iets. Hè? Maar dat kun je ook zeggen met een euro, dat je het geloof moet hebben. Maar er zit geen asset achter. Nou, de euro wordt nog wel verdedigd, maar de bitcoin wordt niet verdedigd. Ja, maar het maakt mij niet uit, jongens. Ik zit hier niet om jullie te vertellen dat je bitcoin moet kopen. Ik zeg alleen wat ik met mijn geld doe. Ja. En ik heb al 15 jaar, nog sterker, al 19 jaar met vrienden dit soort gesprekken. Mm. En die hebben proberen al 19 jaar te vertellen dat ik niks aan goud heb. Het levert geen rente op, het levert geen dividend op. Ja. Toen ik erover met ze begon te praten, stond goud $300 per ounce. We staan nu laag, maar we staan $1300 per ounce. Ja. Voor mij heeft het gewerkt, voor jullie misschien niet. Nee, maar je baseert je mening nu op de grafiek, zeg je net. Want je zegt van ja, ik heb afgeleerd om te denken dat ik vraag-aanbodverhoudingen kan inschatten. Je kijkt naar de grafiek. Ja, voor je instapmomenten en uitstapmomenten. Ik ben bitcoin pas gaan kopen en dat heb ik online voldoende gedeeld. Want ik heb in december 2017 bij jou in de uitzending gewaarschuwd voor de top. Ik zei toen, blijf er vanaf. Die kan 70-80% crashen, is gebeurd. Ik ben zelf pas gaan kopen rond de $5000 per bitcoin. En dat is op basis van de technische grafiek, ja. Hoop kijkersvragen, want als we Willem uitnodigen, dan weet je in ieder geval zeker dat het nou bij. Bitcoin wordt gezien als digitaal goud. Oké, dat kun je verdedigen. Wordt de waarde van fysiek goud door bitcoin beïnvloed? Nee, ik denk het niet. Want wat mensen wel eens vergeten is dat de fysieke goudmarkt is een van de meest liquide markten ter wereld. Na de dollar en olie is dat de grootste markt. Daarbij vergeleken is bitcoin nog steeds een minimaal kleine markt. Ja. Waar we wel, wat we wel heel erg merken, ik zit heel erg, beleg in kleine beursgenoteerde aandelen in Canada, exploratieaandelen. Daar is een enorme concurrentie geweest van allerlei beleggers die dan weer naar crypto vluchten en dan weer naar cannabis vluchten. En in die wereld, in die speculatieve wereld van die speculatieve aandelen, heeft het zeker voor concurrentie gezorgd. Ja. Volgende vraag. Als je zo overtuigd bent, waarom maar 5% van je vermogen in bitcoin? Ja. en welke munten zijn dan meer veelbelovend? Kijk, jullie hebben heel goed een punt. Hè. Er kan iets gebeuren. Je bezit intrinsiek niks. Hmm. Ja, het is een digitale afspraak. Er zou iets kunnen gebeuren in het systeem met een quantumcomputer en dat het allemaal hele rare dingen gebeuren. Dus ik heb zelf, dat weet je ook, ik heb zelf altijd geroepen dat ik hou helemaal niet van dingen te investeren die niet door iets gedekt zijn. Ja. Dus het is voor mij al een hele grote stap om na 10 jaar die Bitcoin-revolutie te hebben zien gebeuren. Mm-hmm. Om die stap te zetten om iets te kopen wat echt geen echte intrinsieke waarde heeft. Maar ik geloof zo in het concept dat ik heb besloten voorzichtig te beginnen met 5%. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt in de volgende correctie, als we nu een bodem gaan zien, bijvoorbeeld rond 6.000-7.000, ik denk dat ik dan nog iets meer geld aan het werk zet. Maar geloof je dan niet meer in, kijk, een aantal vrienden van mij doen ook heel veel met crypto's, maar als je, ja, die hebben het alleen maar over het tokenizen van assets, maar de next step. Dus oftewel assets en daar dan tokens op uitgeven, dat je wel dat probleem... Geloof ik helemaal niet in. Nee. Bijvoorbeeld vastgoed, hè? Dan zeggen ze, we gaan tokens, we gaan vastgoed tokenizen. Nou, je kan gewoon, jullie hebben het al over gehad, een vastgoedfonds kopen, een aandeel vastgoedfonds. Dat is gewoon een token in een portie vastgoed. Daar hebben we helemaal geen blockchain voor nodig. Nee. Dus ik geloof helemaal niet in die blockchain hype. Ik zoek me al jaren wezenloos naar echt een feitelijke, succesvolle blockchain toepassing. Ja. Ik denk dat ik er eindelijk eentje gevonden heb. Hij is nog steeds niet succesvol, maar daar kan ik het snappen. Diamanten zijn uniek. Als je unieke diamanten uit de grond haalt en je wil bewijzen dat het geen blood diamonds zijn, dan ga je ze meteen aan de blockchain hangen. Er is nu een bedrijf die dat doet, Lucara Diamonds. Ik ben in Botswana daar wezen kijken. Wordt het meteen de computer opgeslagen en kan je altijd in de rest van het leven een diamant de historie terugvinden. Dat vind ik een mooi voorbeeld van blockchain. En voor de rest vind ik het voorlopig een hele grote hype. Ja. Ik vraag me nog af, want de ETF's zijn nog steeds niet goedgekeurd. Wordt steeds maar uitgesteld, een ETF op bitcoin. Ja. Maar dat is een kwestie... Zou je toch een interessant iets vinden? Enorm. En wat je nu ziet, en dat was voor mij de reden om dit echt serieus te gaan nemen, ook voor mijn eigen vermogen, is dat dus de regulators hebben besloten dit te gaan reguleren. De overheden hebben besloten dit te gaan reguleren. Ik ben vorige week in Liechtenstein op bezoek geweest bij een fonds. Die hebben nu een volledige vergunning van de beursautoriteiten van Liechtenstein. En daarmee zie je, dat is vaak als de één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Dan gaan de rest van de toezichthouders ook naar kijken. En het is een kwestie van tijd voordat de AFM hier ook een fonds goed gaat keuren. En ETF's geldt hetzelfde voor. En dan begint er pas echt serieus geld die markt in te stromen. Je zou wel een Ethereum ETF, toch? Loopt hij al? Ja? Nee, ik dacht dat... We doen nog even een paar vragen. Ja. Zijn bitcoins eenvoudig inwisselbaar tegen euro's?
Waar is de camera? Ja. Dus je hoeft niet aan Willem te... Dat kun je online allemaal vinden. Een andere is misschien wel... Ja, het gaat steeds over de relatie tussen bitcoin en goud. Hoe cruciaal is die markt voor goud om uit te breken in dollars? Blijft bitcoin boven de goudprijs? Blijft bitcoin boven de goudprijs? Ja, ja zeker. Zeker. Want de goudprijs is nu rond de $1,300 per ounce. Hè, en bitcoin noteert nu $9,300 per ounce. De laatste bodem van bitcoin was boven de $3,000 per ounce. Ik denk niet dat we ooit weer daar zo aan gaan komen met bitcoin. Waarom dus niet? Wat dat betreft... Dat heeft te maken met het technisch beeld. Ik vertelde je al dat ik heb morgen een afspraak met een man die een model heeft gemaakt. En die berekent eigenlijk de toekomstige waarde van bitcoin. En daarin zie je continu hetzelfde patroon. Dat heeft te maken met eigenlijk de beloning die miners krijgen voor het mijnen van bitcoin. Hè, die worden om de zoveel jaar, dan wordt de beloning wordt eigenlijk gehalveerd. En je ziet altijd dat de koers van bitcoin begint op te lopen een jaar voordat dat feit zich weer voort gaat doen. Dat feit gaat zich weer voortdoen midden volgend jaar. En als je nou continu die boom-bust cycle doortrekt, hè, die we nu al 5 keer hebben gehad, en je trekt dat door naar de toekomst, dan zie je dat je op hele hoge niveaus uit kan komen met bitcoin. En dat model van hem, ik ben er heel erg van onder de indruk. Onder plan B kan je het vinden op internet. Op Twitter wordt veel over gepubliceerd. En ja, je moet niet raar opkijken. Maar zijn model voorspelt dat je in 2018 dan een bitcoinprijs per bitcoin kan verwachten van 1 miljoen. 28, neem ik aan. 2028, ja. Ja. Van 1 miljoen. Wat zou de olieprijs met bitcoin hebben te maken hebben? Vraag ik me af. Omdat het zo enorm veel energie kost om bitcoins te minen. Ja, stel je voor dat de energiekosten voor ze omhoog gaan. Ik zou het niet weten. Nee, wat ik denk me ook. Van, wat je zegt, dat het is enorm inefficiënt. Het is ook niet echt duurzaam, moet ik zeggen. Omdat het zoveel kost om bitcoins te minen. Maar als alle bitcoins nou vergeven zijn, ze zijn op. Dan moet er nog wel gemined worden, geloof ik. Hè? Nee, moet je de berekeningen maken. De berekening is dat we rond 2045 de laatste bitcoin zullen minen. Maar omdat die bitcoin dus steeds waardevoller wordt, blijft het voor miners toch interessant. Maar wat een heel interessante vergelijking is, ik zit zelf dus al 10 jaar in mijnbouwbedrijven, een privé al 15 jaar bedrijven. Je kan goud niet structureel blijven mijnen onder kostprijs. De kostprijs om goud te mijnen was rond $2,250-$300 per ounce. Je hebt gezien dat daar de bodem voor goud lag. Hetzelfde zien we nu bij bitcoin. De meeste bitcoin miners leiden nu verlies, of leden verlies rond de $5,000. Gaan nu weer winst maken. Dus ik denk dat de bodem voor bitcoin heel erg wordt bepaald door de prijs die de miners moeten betalen voor het mijnen van een nieuwe bitcoin. En die prijs komt steeds hoger te liggen. En ik denk dat dat het geheim is als je wil uitzoeken, net als bij goud, waar ligt de bodem in een cyclus? Dat ligt bij die kostprijs om een nieuwe eenheid te mijnen. Oké, ik wil heel even naar de kijker, want wie van jullie hebben eigenlijk bitcoin? Ik niet, ik zou het nooit aanleggen. Nee. Ik zit hier met twee no-coiners in de studio. Ik wil het even van de kijker thuis weten. Even een polletje. Ja, ik heb bitcoins. Nee. Laat maar eens even weten. Dan kunnen we eens even kijken. Maar wat ik heb, mag natuurlijk geen naam hebben. Hè? Dat was omdat die koers van bitcoin bleef maar zo oplopen. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet erin duiken, want anders blijf ik zo iemand die steeds maar aan de kant blijft staan en die ze nooit heeft. Nou, heb ik natuurlijk geweten, want inderdaad, die piek heb ik meegemaakt. En dat is dus nu pas de laatste dagen dat ik weer boven Jan ben. Nou, ik heb er €500 in gestopt, het is nu €512 waard. Sta je eindelijk dus, op iets. Dus, ting, twee cola en het is er ook weer doorheen. Ja. Okay. Overigens, slechts een derde van onze kijkers heeft bitcoin, de rest dus niet. Nou, ik vind het best veel. We maken dit natuurlijk voor heel specifiek publiek. Fysiek goud, dat is minder. Dus je ziet nu al, met name bij millennials, ik vind al de zeitgeist vind ik iets fascinerends. Dus er komt een nieuwe generatie. En die gaat opeens anders kleden. Die draagt een tas kruislinks in plaats van over zijn schouder. En je weet niet waarom het komt, maar opeens is er een nieuwe zeitgeist. Dat is een nieuwe mode. Ja. Die jongeren willen niets weten van goud en zilver. Vinden ze raar, ouderwets. Aandelen vinden ze ook niks. Nee, maar waar laat je het? Dat vind ik met goud en zilver. Waar laat je het? Ja, in de kluis. Ja, om mijn nek. En dan loop ik door Amsterdam. Ik heb maar even relevant die vraag. Heeft een belegging in zilver meer opwaartspotentieel dan in goud? Ja. Omdat zilver, en dat weten we uit de historie, zilver volgt altijd goud. Maar met vertraging en met de ecstasy-pilletje op. Dus het gaat altijd harder.
En dat gaat naar beneden, is dat zo. En omhoog ook. En dus elke keer weer. En de goud-zilver ratio is nu 90-1. Betekent dat zilver is 90 keer goedkoper dan goud. In de aarde komt het 15 keer meer voor. Dus het zou 15 keer goedkoper moeten zijn dan goud. Dat is ook de historische ratio. Het is nu 90 keer goedkoper dan goud. Als je dat punt hebt bereikt, dan heb je altijd in de geschiedenis het moment gehad om fysiek zilver te kopen. En ik heb zelf fysiek zilver bijgekocht. Maar waarom koop je dan bitcoin? Waarom stap je niet in zilver? Dat doe ik ook. Het is een deel van de portefeuille. Hè? Dus ik heb niets veranderd aan mijn basis portefeuilleverdeling. Nog steeds vastgoed voor een deel. Nog steeds cash een deel. Fysiek een deel. En aandelen een deel. En als je gewoon die spreiding aanhoudt, reken het maar terug naar 2000. Reken het terug naar 2007 voor de beurscrisis. Dan heb je in de crisis geen geld verloren. Het werkt in een deflatiescenario. Het werkt in een inflatiescenario. Want er zitten communicerende vaten in die verspreiding. Een kwart in grondstoffen vind ik echt enorm veel. In fysiek goud en zilver. Een kwart in fysiek goud en zilver is voor een portefeuille vind ik bijna onverantwoord. Omdat het jarenlang niks doet. Maar ik doe het voor mezelf. En dan in één keer. Nee, maar ik vind als je dat mensen adviseert. Dat zou ik mensen. Ik adviseer niks. Belangrijk. Nee, dat vind ik wel belangrijk dat mensen dat weten. Van, ik vind 25% grondstof of goud en zilver ontzettend veel in een portefeuille. Maar doe je dat die 25% dan in je fonds? Of is Nee, het fonds is alleen aandelen. Oké, dat dus is die 25% dat aandelen. Dat zit in die 25%. Nee, maar ik heb ook andere aandelen investeringen. Ik zit in 30 startups. Dat zit voor mij allemaal in de aandelenpositie. Oh, okay. Maar dit is wat ik dus zelf doe met mijn geld. En ik probeer me. En soms vastgoed wat meer. En soms de andere wat meer. Maar als je dit grosso modo aanhoudt. En ik merk dat in de communicatie heel goed werkt. Mensen snappen dat. En lees mijn boeken er maar op na. In 2011 heb je Goud en het Geheim van Geld is al geschreven. Dus ik hou er al heel lang aan vast. Mm-hmm. En voor mij heeft het gewerkt. Heeft in de crisis goed gewerkt. Want bijvoorbeeld tussen 2009 en 2013 daalde vastgoed. Zelfs in Amsterdam met 30%. Toen ging goud weer omhoog. Ging ons fonds heel sterk omhoog. Dus er zitten communicerende vaten. Nu doen de brede aandelen het goed. Doet goud het slecht. Doet ons fonds het slecht. Maar door die verschillende pockets in je portefeuille, dat werkt voor mij, demp ik die beweging. Zitten jullie eigenlijk in edelmetalen? Nee, nooit gedaan. Dus dit is voor jullie gewoon een volstrekt. Ik zit hier over de mond te luisteren. Ik ben wel op zich wel geïntrigeerd natuurlijk. Alleen wat je altijd hebt met metaal. Ja, Willem heeft het heel vaak over de grafiek. En ja, ik denk altijd, het heeft voornamelijk te maken gewoon met vraag-aanbodverhouding. Om die goed in te kunnen schatten voor de komende 5 of 10 jaar. Wat uiteindelijk de vraag naar die bepaalde commodities gaat zijn. En dat is in mijn ogen. Dat is de kern. Ja, volgens mij ook. Alleen dat is zo gruwelijk lastig om goed in te schatten welke van die grondstoffen die je dan moet hebben. En vandaar dat ik vind het ook een specialisme aan zich. Als je daar als mijn specialisme is Nederlandse small en midcaps. Je kunt niet van alles wat weten. Dus dit soort dingen, dat is wel intrigerend. Alleen het is denk ik ook heel lastig. Dan heb ik iets leuks voor je. Want ik heb het hele weekend zitten schrijven aan een rapport waar we jaren hebben gewerkt intern. Dat is eigenlijk op verzoek van een van de rijkste families van Nederland, Family Office. Mm-hmm. Die tot nu toe niet in commodities zitten, maar die werelds goed onderzocht wilden zien. We hebben naar alle metalen, alle grondstoffen, maar eigenlijk alle metalen gekeken. Mm-hmm. Wat de vraag-aanbodsituatie is, de verwachte vraag-aanbodsituatie tot 2030. Ja. Dan zie je, er is genoeg ijzer, er is genoeg aluminium. Er is bijna genoeg lood. Er komt een groot tekort aan koper aan. Er komt een groot tekort aan platina. Bij palladium hebben we al een groot tekort. We hebben daar grafieken van gemaakt. Dat rapport gaan wij voor het eind van de maand uitbrengen. Dat is speciaal voor hun gemaakt. We gebruiken het intern. Ik zal bij webinars zal ik er plaatjes ook uitgebruiken. Maar dat is een fascinerende studie. En dat is precies wat jij zegt. Dit is de kern. En ik deel het vertrouwelijk graag met je. Oké, heel leuk. Kopermijnen, jongens, kopermijnen. Ik vind het altijd wel lekker met aandelen of andere activa dat je dividend krijgt. Dat je weet van oké, het gaat goed. En je krijgt een deeltje krijg je alvast betaald. Ja. Dat doe ik niet met allemaal, maar voor een groot gedeelte van de portefeuille vind ik dat erg belangrijk. Ik een kaststroom heb. Maar dat kan ook met grondstoffen. Koop je Norilsk. Norilsk, de grote nikkelproducent in Rusland. Ja. Koerswinstverhouding van 6, 7. Dividendrendement van 6. En het is Rusland, dus mensen willen het niet kopen. North American Palladium, wat ik net noemde. Het dividendrendement van 3,5%. Koers-winstverhouding van 3. Het is, maar je moet er natuurlijk heel erg naar speuren. Het komt niet tijdens je gewone research voorbij. maar goed, dat is ons vak. Iemand nog?
Ja, kijk, nou, maar dat is denk ik wel correct. Als je, vind ik altijd zelf, als je de goede small caps wil selecteren. Ja, dat is je vak. En dan moet je heel veel tijd in stoppen om de goede te selecteren. En dat is hetzelfde in de commodities sfeer. Dus ja, dat is wel een... Je moet een specialist zijn om jezelf te kunnen onderscheiden. Ja, ik snap niet, want als ik jullie hoor praten... en ik deed vroeger natuurlijk ook bij RTLZ... maar doen alsof je overal verstand van hebt. Nee. Hè? En vastgoed, en tech, en pharma. Ik kan het niet. Dus ik heb besloten, ik specialiseer me in één ding. En daar weten we heel veel van af. En als het daalt en je weet dat het goed is, dan wil je meer. Dan koop je ding, bij. Er zitten behoorlijk wat verschil tussen goud, bitcoin, titanium en... Nickel. Ja, maar het zijn allemaal alternative assets. Ja. En het zijn in zekere zin dus allemaal... ook monetair vluchthavens. En jullie weten waarschijnlijk nog wel dat ik ben overgestapt van journalist zijn bij RTL naar ondernemer zijn. Dat is wel duidelijk. Omdat ik de crisis aan had zien komen en zeker wist dat die vluchthavens zouden gaan in trek zouden gaan worden bij de gemiddelde belegger. Nou, die gok heeft voor mij heel goed uitgepakt. Het was geen gok, want ik wist het zeker op basis van studie van de monetaire geschiedenis. Het gebeurt in elke crisis. En geloof me jongens, de monetaire gekte gaat nog veel groter worden. De QE komt weer terug. En de vluchthavens om je mee te beschermen in deze monetaire gekte, die worden steeds beperkter. En daar gaat steeds meer geld naartoe stromen. En daar ben ik heilig van overtuigd. Genoteerd. Dan laten we het hierbij. Willem, dankjewel voor je komst. En jullie ook, dankjewel. Dan gaan we voor deze week. Dit was de laatste Beurs Insight voor de zomer. Na de zomer uiteraard komen we weer terug. Wil je alle afleveringen van Beurs Insight terugkijken? Dan kan dat via rtlz.nl/beursinsight. Losse onderdelen kun je ook terugvinden via YouTube en Facebook. Dan moet je even zoeken onder Beurs Insight. Nou, heel veel plezier, succes met de campingrally deze zomer. En wij zijn er weer in september. Dag.